Goedemorgen allemaal. Ik hoop dat het nog steeds goed met jullie gaat. En dat iedereen nog steeds gezond is. En als het goed is, is het nu weer iets na 10 uur bij jou. En heb je alweer een beetje gerekend en een beetje spelling gedaan. Dus dan mag je nu weer lekker een kopje thee drinken. Even iets lekker fruit pakken. Dan is het weer tijd voor een verhaal. We gaan verder met de griezels. Gisteren hebben we gehoord hoe mevrouw Griezel bij meneer Griezel een glazen oog in zijn bierglas had gedaan. En we dachten al, meneer Griezel, die gaat vast wraak nemen. Nou, dat klopt. Let maar op. Luister maar goed. Het hoofdstuk heet De Kikker. Dus misschien kun je al iets bedenken wat meneer Griezel heeft verzonnen. Om haar betaald te zetten voor het glazen oog in zijn bier, besloot meneer Griezel een kikker in het bed van zijn vrouw te stoppen. Hij ving een hele grote bij de vijver en nam hem in een doosje stiekem mee naar huis. Die nacht, toen mevrouw Griezel nog even naar de wc ging, stopte meneer Griezel de kikker tussen haar lakens. Toen stapte hij in zijn eigen bed en wachtte tot de pret zou beginnen. Plaatje hoort erbij. Kijk. Mevrouw Griezel kwam terug, klom in bed en deed het licht uit. Ze lag in het donker en krabbelde op haar buik. Haar buik jeukte. Vieze oude wijven zoals zij hebben altijd jeuk op hun buik. Toen voelde ze ineens iets kouds en slijmerigs over haar voeten kruipen. Ze gilde het uit. Wat is er met jou aan de hand? Vroeg meneer Griezel. Help! Krijste mevrouw Griezel en ze sprong op en neer. Er zit iets in mijn bed! Dat is vast die reuze kribbenbijter die ik daarnet op de grond zag rondscharrelen, zei meneer Griezel. Die wat? Gilde mevrouw Griezel. Ik heb nog geprobeerd hem dood te trappen, maar hij was me te vlug af, zei meneer Griezel. Hij heeft tanden als breekijzers. Help! Krijste mevrouw Griezel. Red me! Hij kruipt over mijn voeten. Straks bijt hij je tenen eraf, zei meneer Griezel. Mevrouw Griezel viel flauw. Meneer Griezel stapte uit bed en haalde een kan koud water. Hij gooide het water over het hoofd van zijn vrouw om haar bij te brengen. Zie je dat? Allemaal water bij mevrouw Griezel haar hoofd. De kikker kroop onder de lakens vandaan naar het water toe. Hij begon vrolijk rond te springen op het kussen. Kikkers zijn dol op water. Deze had het best naar zijn zin. Kijk zo'n blij kikker. Toen mevrouw Griezel bijkwam, was de kikker net op haar gezicht gesprongen. Dat is niet zo leuk voor iemand die in bed ligt in het pikkendonker. Ze begon weer te krijsen. Jeetje, het is een reuze kribbenbijter, zei meneer Griezel. Straks bijt hij je neus eraf. Mevrouw Griezel sprong uit bed, rende naar beneden en bracht de nacht op de bank door. De kikker viel in slaap op haar kussen. Kijk, die is heel blij. Mevrouw Griezel wat minder. Zullen we het toch nog even doorlezen? Want denk maar niet dat mevrouw Griezel het hierbij laat zitten. Die is natuurlijk ook weer wat van plan. Kronkelspaghetti heet dit hoofdstuk. Om meneer Griezel betaald te zetten voor de kikkerstreek, glipte mevrouw Griezel de volgende dag de tuin in en groef wat wurmen op. Ze zocht een paar extra lange uit, deed ze in een blikje en nam het blikje onder haar schort mee naar binnen. Voor het middageten kookte ze spaghetti en door de spaghetti schipte ze de wurmen, maar alleen op het bord van haar man. Je kon de wormen niet zien door de dikke laag tomatensaus en geraspte kaas die er overheen zat. Hela, mijn spaghetti beweegt, riep meneer Griezel en prikte erin met zijn vork. Het is een nieuw soort, zei mevrouw Griezel en nam een grote hap van haar eigen bord, waar natuurlijk geen wurmen in zaten. Het heet
kronkelspaghetti. Het is zalig. Vooruit opeten voor het koud wordt. Meneer Griezel begon te eten. Hij draaide de lange slierten vol tomatensaus rond zijn vork en propte ze in zijn mond. In een wip zat zijn hele baard onder de tomatensaus. Het is niet zo lekker als de gewone, zei hij met volle mond. Hij is te blubberig. Ik vind het erg lekker, zei mevrouw Griezel. Ze zat naar hem te kijken van de andere kant van de tafel. Ze genoot ervan hem wurmen te zien eten. Het smaakt een beetje bitter, zei meneer Griezel. Er zit bepaald een bittere bijsmaak aan. Koop voortaan de oude soort maar weer. Mevrouw Griezel wachtte tot meneer Griezel zijn bord helemaal leeg had. Kijk eens. Toen zei ze, wil je weten waarom die spaghetti zo blubberig was? Meneer Griezel veegde de tomatensaus van zijn baard met de punt van het tafelkleed. Nou, waarom dan? Vroeg hij. En waarom het zo eng bitter smaakte? Waarom dan? Omdat het wurmen waren, riep mevrouw Griezel uit. Ze klapte in haar handen, stampte met haar voeten op de grond en schudde allervreselijkst van het lachen. Denken jullie dat het hierbij blijft? Of gaat het morgen misschien nog verder met weer een actie van meneer Griezel? We gaan het zien. Heel veel succes vandaag. Veel plezier. Maak er een mooie dag van. Tot morgen om 10 uur ongeveer.